Goedemorgen, het is 9:15. Vandaag is het dinsdag. En ik sta hier bij de Boelies, oftewel strand de oever. En zometeen, tenminste over een half uurtje als het goed is, komen er een aantal zwemmers vanuit Stellendam. Die komen dus hier naartoe. En die zwemmen vanuit Stellendam hier naar de oever toe. En dat, ik noem ze maar eventjes boswachters, geloof ik, mensen van de natuur. En die gaan dan een stukje zwemmen voor het goede doel. Nou, in afwachting daarop gaan we nog eventjes hier rondkijken. Voorlopig, doen we even zo. Voorlopig zie ik helemaal niks, alleen maar water. En het mooie park van Erik in de verte. Ik denk dat ik maar eens even moet gaan bellen. Later. Ik heb net met mijn redactie gebeld van Groot Hellevoet. Het is weer zover, wat wel. Het is dus niet om 11 uur, maar vanmiddag om 1:30. Dus ik heb een lekker ritje gemaakt op mijn brommetje. En dat ga ik nou weer doen richting huis. En zorg ik dat ik om 1 uur weer ben. Wil toch, ja. Wil heb je niet goed de datum niet goed ingevoerd. Of de tijd, sorry, niet de tijd heb ik niet goed ingevoerd. Datum wel. Dus ik zou zeggen, tweede kans. Hé, hey, dat is een winkel. Later. Nou, hier komt dus Visio Pol te zitten. In het oude gebouw van de bibliotheek. Nou, die zitten sinds vandaag. Zitten ze er dus al. Vandaag is het dinsdag. En dan moet ik even spieken, jongens. Want de 21ste van de 8e, 2018. En ik ben net binnen geweest. Nou, het ziet er echt, nou, echt zo mooi uit. Nou, hierboven komt dan de dokterspraktijk te zitten. Er komt een apotheek nog in te zitten. Nou, voor de rest, als de opening plaats gaat vinden, dan horen we het wel. Tot zover. Later. Nou, inmiddels een tweede poging en ik sta hier nou bij het strand. En heel in de verte. Daar komen ze eraan, hoor. Kijk, daar ligt het bootje en daarnaast. Nou, ze komen al lopend, komen ze zo het strand op. Nou. Dadelijk een pak van Dok. Hoi. Hallo. Was het zwaar? Nou, het viel mee. Ja, want jullie hebben estafette gedaan, hè? Ja. En vanaf welk punt zijn jullie nou vertrokken? Vanaf het strandje bij Stellendam. Oké. Okay. En waar zijn jullie zeg maar gewisseld, halverwege? Ja, verschillend. We zijn in totaal 4 keer gewisseld. En het laatste stuk hebben we met z'n allen gesprongen. Oké. Ja. Goed. Nou, het weer was volgens mij wel gunstig of viel het tegen? Ja? Het weer is hartstikke goed. Ja. En stroming was niet, want we waren een uur op schema. Dus we gingen eigenlijk veel te snel. Super. Chantal, nou heb ik eigenlijk een gekke vraag. Waarvoor doen jullie dit? We doen dit om aandacht te vragen voor de kier. Ja. En de kier is 5 september. Ja. Voor de trekvissen. Die hebben dan weer vrij doorgang. En wij dachten, wat is nou de meest ludieke manier om daar aandacht voor te vragen? Door als 4 boswachters zelf dat haringvliet over te zwemmen. Ja, zeker. Dus vandaar deze actie. Oké, nou ik vind het ontzettend stoer en ik hoop dat we de actie gaan slagen. Daarom, en we hopen dat we iedereen ervan kan genieten. Zo is dat. Hey, dankjewel. Dankjewel. Leuk. Zo.